Ambassadeur Hafid biedt geloofsbrieven aan president Daniel Ortega. Ambassadeur Arnold Hafid heeft zijn geloofsbrieven aangeboden aan de Nicaraguaanse president Daniel Ortega van de regering van Nationale Verzoening en Eenheid van de Republiek Nicaragua. Dit vond plaats op woensdag 16 oktober 2019. Met deze plechtige handeling is de bilaterale relatie tussen de beide republieken, die sedert mei 1976 is aangegaan, verder bestendigd. De relatie zal worden geïntensiveerd op economisch gebied met de nadruk op de gebieden van onder andere landbouw, toerisme, de bevordering van de klein- en middelgrote industrie, luchtvaart en toerisme. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.